Een maand geleden stond je nog op de Olympische Spelen. Wat is er sindsdien allemaal op jou afgekomen? Ja, eigenlijk een hele hoop. Veel media, veel mensen die me herkenden, veel gesprek gehad. En, wat natuurlijk allemaal superleuk is. En nou is het gewoon focus op het WK. De laatste periode is natuurlijk onwijs geweldig geweest voor haar. En heel veel op haar afgekomen, maar ik merk dat het nu wel weer beter gaat op het ijs. En dat ze nu richting het WK wel weer de mindset goed heeft en dat ze er klaar voor is. Is het soms ook moeilijk om met die nieuwe status van jou om te gaan? Want je bent een bekende Nederlandse geworden. Iedereen wil wat van je. Ja, af en toe best wel lastig hoor. Want dan denk je gewoon, oh, ik ga nu even naar de winkel. En dan staan ze er allemaal voor de deur als ik de winkel uitkom om foto's te maken. En ja, ik vind het natuurlijk wel hartstikke leuk. Hoe heb jij het allemaal meegekregen? Hoe mensen met jou in Nederland hebben meegeleefd? Ik heb een heleboel meegekregen, ook wat ze allemaal natuurlijk georganiseerd had. Want ik stond natuurlijk klaar om mijn vlag te dragen. En toen werd ik opgebeld door mama dat ze hier in Breda allemaal samen waren om te kijken. Ja, dat was natuurlijk superleuk toen ik dat zag. Hey Lens! Hoi! Hey! Hey! Allemaal mensen voor jou, leuk hè? Ik vond het wel emotioneel om dan te zien hoe mama en oma en opa, gewoon mijn familie daar staat, zijn met z'n allen aan het kijken zijn. Want iedereen in Nederland leefde zo intens mee. Krijg jij dat een beetje mee daar in China? Ja, ik had natuurlijk elke dag contact met mama en oma. En opa ook tegenwoordig, want die heeft ook een telefoon gekocht. Dus ik sprak ze elke dag. En ook mijn vrienden, hoe trots ze op me waren dat ik er stond. En hoe erg ze me misten en hoe erg ze uitkijken naar mijn wedstrijd. En dat is natuurlijk superleuk als je weet dat, ook heel fijn als je weet dat iedereen achter je staat. Ja, het is nog maar een maand geleden hè, dat ze op de Spelen stond. Nu staat het WK alweer voor de deur. Die toernooien volgen elkaar dus in rap tempo op. Is dat lastig, zo'n korte voorbereidingsperiode? In principe is het natuurlijk niet alleen deze maand dat ze zich voorbereidt. Dat doet ze al een heel seizoen. Heel de zomer heeft ze daar al aan gewerkt. Natuurlijk is er heel veel op haar afgekomen bij de Olympische Spelen. Daarna het NK, dat was heel kort erop. Maar nu heeft ze toch wel redelijk de tijd gehad. Helaas wel corona nog tussendoor gehad. Dat is niet ideaal. Maar we doen het ermee. En ze moet gaan presteren aankomende woensdag. Denk je wel eens van, nou, ik ben er wel klaar mee voor dit seizoen. Ik wil lekker even vakantie vieren, rust aan mijn hoofd. Dat dacht ik na de Spelen wel. Na de Spelen was het echt wel even dat ik echt in een dipje zat. Maar ja, nu gaat het gewoon goed. En ik sluit dit straks mooi af. En dan ga ik daarna eerst 2 weken rust pakken. Dan ga ik school een beetje op proberen te halen. Want ja, ik hoop al gemist. Ja, je zult wel veel achterstanden hebben nu. Ja, heel veel achterstanden. Wel gewoon allemaal goede cijfers. Maar ik sta er, gewoon nog moeten. Oh, de cijfers zijn nog goed? Ja, cijfers die ik tot nu toe heb gehaald zijn gewoon goed. Dus ik moet gewoon nog alles inhalen en dan. Is het realistisch dat wij een goede prestatie van haar verwachten? Tuurlijk is het realistisch. Ze gaat niet naar het WK om daar maar deel te nemen. Ze gaat er naartoe om te presteren. Voor mijn verwachting is van mezelf gewoon mezelf blijven en weer alles proberen te geven zoals ik bij het spelen ook heb gedaan. En verder hoop ik natuurlijk op die finale en daar ga ik ook voor. En verder heb ik niet echt verwachtingen. Ik zou zeggen, nog 1 keer vlammen dit seizoen. Je kijkt er wel naar uit, hè? Ik kijk er heel erg naar uit. En we gaan ervoor en we gaan ons best geven. En we maken er iets moois van.